Goedemorgen. Ja, je ziet het vandaag een beetje gestroomlijnd, want het is vandaag fiets naar je werkdag. Ja, nou werk ik natuurlijk vanuit huis. Ik heb mijn studio aan huis. Dus dat is voor mij niet ver fiets in principe. Ik kan natuurlijk wel even op mijn fiets springen en even hier een rondje door de wijk. Of even een rondje om het bos. Ja, misschien moet ik dat eens wat vaker doen. In plaats van alleen gaan wandelen met de hond, ook eens een rondje gaan fietsen. Misschien een goed voornemen. Het weer wordt weer beter. Dus misschien kunnen we dat wel eens doen. Vandaag dus fiets naar je werkdag. Maar hoe ziet zo'n fiets er nou uit? Dat is nog best een lastig ding om te tekenen, een fiets. Teken je weer mee? Goed, hoe teken je nou zo'n fiets? Eens even denken hoor. We kunnen beginnen, als we een herenfiets tekenen, dan kunnen we beginnen met de zadelstang. En als we daarvan uit de achterkant gaan, en dan dezelfde hoogte als hier, en dan hier naar voren, zo hebben we het frame een beetje. Dus dit is die zadelstang. Zo, daar moet natuurlijk nog een zadel op. Zo, ik weet niet of het een klein zadel is of de groot zadel. Even kijken. En hier komt dan die kettingkast. Zo. Die kunnen we natuurlijk mooi inkleuren. Onderste framestang. De stang van de herenfiets. En dan hier hebben we natuurlijk een... even kijken, want hier moeten we natuurlijk dat achterwiel gaan tekenen. Maar het moet natuurlijk wel een beetje dezelfde... Het moet natuurlijk wel echt wel een beetje een cirkel zijn. We hadden natuurlijk ook kunnen beginnen met de cirkel. Die moet in het midden, dan moet hier een beetje zitten zo. Deze hoogte moet ongeveer... Want dat voorwiel, en die moet ongeveer net zo groot zijn... Dan denk je al van, dat wordt misschien wel veel te groot. Nou, hier ook het midden. En daarvan uit moet die stuurstang. Zo. En dan zit hier natuurlijk een koplamp aan. Zo. Dan zit hier natuurlijk ook nog een spartbord. En het zit hier ook. Met een achterlicht erop. En een bagagedrager. Ook weer met een stangetje hier aan. Reflector erop. Zo. Zo. Nou, die banden die mogen wel iets dikker natuurlijk. Tegenwoordig heb je trouwens fietsen met hele dikke banden. Heb ik al gezien. Nou, vroeger kon dat helemaal niet. Want dan kwam je gewoon niet meer vooruit. Als je dikke banden had. Maar tegenwoordig is dat allemaal wel mogelijk. En tegenwoordig hebben we natuurlijk ook heel veel elektrische fietsen. Nou, ik vind dat we best een aardig fiets hebben kunnen tekenen zo. Je hebt hier ook nog wel eens een spatlap aanhangen aan zo'n fiets. Dat kan. Dus dan word je zelf niet zo nat, zeg maar, als je aan het fietsen bent. De trappers, die moeten we natuurlijk nog even tekenen. Zo. En dan denk ik dat we best een aardige fiets hebben getekend. Dit is dan een herenfiets. Je kan ook nog een damesfiets tekenen. Heb je die stang niet, en dan loopt dit meer zo. Ja, dus dan gaat dit naar beneden zo. En dan loopt dit misschien ook weer net iets anders. Ik zou zeggen, ga zelf eens kijken hoe aan het verschillende soorten fietsen. En ga eens tekenen. Het is best lastig iets, een fiets. En het is weer een kwestie van heel veel doen, wil je daar steeds beter in worden. En misschien zie je al aan deze tekening dat ik ook niet dagelijks een fiets teken. Maar goed, ik wens jullie veel succes. Ga ermee aan de slag en dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen!